En ja, moet ik nou weer opruimen, hè? Zal hem zo laten zien. Die is heel. Nou, dan zie je toch duidelijk het verschil. Oh, is het nog heel hoor. Hey, hallo lieve vrienden. Ja, mijn camera die staat niet helemaal goed, denk ik. Zo misschien een beetje, ja, zo beter. Ja, het is al laat. Het is al 15:28 uur, maar ik ben net aangekleed. En dat heeft een reden hoor. Ja, ik markeer niks. Ja, oké, ik heb wel nog pijn daar, maar voor de rest voel ik me aardig goed. Maar ik zou me aankleden en ik had mijn slaaptrui al uit. Ik heb nu een echte normale pyjama. Ik heb gewoon oud spul wat ik in bed aan doe. Maar in ieder geval, dat maakt ook niet uit. Ik zou me net gaan wassen in de douche, et cetera. Wordt eraan gebeld. Dus ik doe mijn t-shirt maar gauw weer aan. En ik loop naar de logeerkamer. Ik doe het raam op. Weer daar. Ik heb. Oké. Kom maar aan. Oké. Was mijn broer. Mijn broertje, mijn broer, hij is 2 jaar ouder. Die kwam onverwachts op een koffie. Nou, gezellig. Dus ja, ik naar beneden in mijn pyjama en jas van de kapstok. Die even aangetrokken om naar buiten toe te moeten om mijn poort van slot te halen. Dus we hebben eerst aan de koffie zitten te leuten, meer, weet ik veel hoe lang die geweest is. Meer dan een uur in ieder geval. En hartstikke leuk, gezellig over alles en nog wat gehoord, et cetera. En al met al moet ik ook mijn handjes nog uitlaten. Ik moet nog boodschapjes doen. Oh. Ja, moet ik allemaal wel doen. Maar het was wel gezellig. Ja. Want de melkpot en de suikerpot staan op de tafel en een bende van de suiker. Ik heb net mijn tafeltje gisteren nog schoongemaakt. En ja, moet ik nou weer opruimen, hè? Ja, ik zal eerst dit eventjes weggooien. En ik ben ook nog niet aan de afwas toegekomen. Moet ik ook allemaal nog doen. Nou ja, Rome en Keulen en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus als dat morgen alweer komt, ik moet boodschappen doen, punt. Voor mezelf en voor Kandalf. Voor de hondjes heb ik genoeg in huis, maar het is wel voor mijn poes een beetje voor mezelf. Ja, nou, en ik heb nou jullie vast, dus ik... Hup. Zit scheef. Oeh, wat heeft hij gedaan? Mannen. Niet ook niet hoe ze een pot moeten dichten. Nee. Nou, dan brengen we eerst de suikerpot weg. Die moet hier weer terug. Dames, doen we even rustig. Ik was gisteren ook alweer met een paar spulletjes bezig van tafel weg te halen. Was ik dus ook al mee bezig. Maar ja. Ik heb maar een paar dingen tegelijk en niet alles. Die eventjes terug. Zo. Moet ik een doekje hebben. Zo. Doekie, doekie, doekie. Moet ik die weer nat maken. Wees te nat. Dat wil ik uitbrengen. Zo. Ja. Zo. En nemen jullie weer gezellig mee. Rijken die zit er zelf te bevreten. Hé, Alwin? Hallo? Ja, hè? Ja. Zo. Dat was dan een suiker. Nou, en hier nog een paar korreltjes. En ik gebruik geen suiker, nee. Maar ja, deze tafel moet dus nog, want het ligt nou ook vol met troep van de paarden, maar dat komt nog wel. Dus ik ga eerst mijn hondjes doen. En dan komt het allemaal wel weer goed.
Even mijn handen afdrogen. Zo. Moet ook gedaan worden. Hè? Dan gaan we lopen. Ja nou, meisjes. Even loopje doen. En dan moet vrouwtje naar de foma toe. Hé? Ik neem jullie nou niet mee hoor, nee. Jullie zijn gisteren ook al mee geweest, dus dat iedere keer. En ik moet hem nog legen. Moet ik ook nog doen. Dus ik heb er nog druk de komende dagen. Ja, het is weekend. En, maar ja, anders had ik de honden al uit gehad. Was ik al naar de foma. Misschien was ik al wel weer terug. Ik weet het allemaal niet. En dan had ik al jullie eerder gepakt. Maar nu is het allemaal veel later. Ja, dus ja. Ik weet het even niet. Nee. Hé? Nee. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Trouwens. Nog welkom bij een nieuwe vlog. Het is dus vandaag zaterdag 10 april. Ja, ja, ja. En het is 15:33, dus ja. Het is een beetje warrig allemaal, maar het komt ook goed. Ja hoor, komt altijd goed. Ja, bij Corinne en de Beestenboek komt altijd alles weer goed. Simpel. Het begint misschien slecht en het eindigt misschien hartstikke leuk. Of andersom. Je weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. En jullie ook niet. Het is afwachten. Maar het is... Het kan gezellig zijn, ja. Hé? Dus oké, het was hier ook gezellig met mijn broertje erbij. Ja. We hebben het over van alles en nog gehad. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen... Geniet ook op jullie manier. En heb veel plezier. En tot straks maar weer. Doei! Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer, terug van weg geweest. De hondjes uitgelaten, uiteraard. Nee, nog meer dan een uur, dan ben ik weer. Boodschappen gedaan, maar ik zal even mijn zonnebril even ophangen. Die hang ik altijd op. Zo. En mijn kopje, staat dat hier nog? Nee. Ik wil koffie. Ja, ik wil koffie. Kanonnen. Mijn bek af. En nu wat heb ik gedaan? Ja, boodschappen gedaan. Maar omdat ik met die gekneusde rug zit, laat maar zeggen. Boodschappen erin doen, alles met één hand. Zelfs het zware spul dat je normaal met twee handen doet. Zoals die dozen met de natte voeding voor Kandalf. Dat is eigenlijk, zwaar. Je kan het wel met één hand doen en normaal doe ik dat ook wel. Maar dan zit je toch prettiger in je lichaam dan dat je nou zit. Want alle handelingen, dat komt toch op die rug aan. Maar in ieder geval, ik heb de boodschappen in huis. En het is ingepakt door een ander en niet door mij. En dat kan je wel weer zien. Ja, het was gooi- en smijtwerk. En een hele gebak tussen. Ja, omdat Astrid die is jarig geweest. Ik zei, nou, ik haal voor dat meisje gebak in huis. Ik heb twee doosjes genomen. Maar, ze zegt, het is nog heel. Nee, het is niet heel, want dat legt de half ernaast. Ik vind dat dat niet heel meer is, die ene. Die voorste. Nou, dat legt er helemaal scheef op. Nou, dat vind ik zonde, weet je. Ga met andermans spullen zuinig om. Daar kan ik zo boos om worden. Deze is nog wel heel. Ik zal hem zo laten zien. Die is heel. Nou, dan zie je toch duidelijk het verschil. Oh, is nog heel hoor. Nee, is niet heel. Oh, dan word ik zo pissed off, Tom. Zo ga je niet met andermans spullen om. Een ander moet betalen, niet jij. En als je een kassière bent, bij welke winkel dan ook, en je helpt een persoon inpakken, doe dat dan goed en ga voorzichtig met allemaal spullen om. Maak jij iets kapot als kassière zijnde of als hulp zijnde die het inpakt, dan moet jij op jouw kosten een nieuwe halen, vind ik. Maar met mij meerdere. Want er was er nog eentje, die ziet het gebeuren, die keek me al aan, van nou, dit moet je niet nemen. Moet je niet pikken,
Ja, nou, ik ben dat ook kwaad worden. Dat zijn mijn handschoenen. Ik heb me later maar laten staan. Die staat hier achter me. Om nou weer op te ruimen. Ik moet toch. Nou ja, en ik heb even wat. Twee zakken kaasknabbels en twee zakken pindaknabbels. Nou, lekker. En waarom? Ja, waarom? Omdat ik het lekker vind. Ik ben op de normale chips uitgegeven. Dus dan doen we dit. Ja, toch? Zo. Dan kan ik straks even de kast in. Die is minder leeg dan die. Hé, dat is raar. Zo vol. Geen lucht. Zo vol. Heb ik het lucht naar boven geknepen. Ja? Ja, hier zit heel lucht. Dat is ook minder. Geen nagaan. Wat een jongen. Het hoort allemaal even veel te wezen. Erg. Nou, hier zit geen lucht meer in. En ik zie ook waarom. Kijk, een heel, heel klein gaatje. Ik moet deze als eerste opeten. Ja. Nou, echt. Blijf liggen. Nou, dat heb ik lekker. Het behoort in de oven, maar ik doe het gewoon in de magnetron. Blijft het zacht, wordt het niet knapperig, maar het is wel net zo lekker voor mij. Ja. Lekker. Nou, dan heb ik. O jee, mijn rug. Oh, moet ik. Heb ik twee maal van deze. Nou ja, vrouwen die gebruiken dat. Mannen niet. Nee, die hebben dat niet nodig. Ja, misschien ook wel hoor, je weet het niet. Ja, je hebt ook mannen die zich opmaken, dus die hebben het dan ook nodig. Ja. Dan twee maal. Nou, ik heb het wel en ik heb het niet en ik heb het wel. Ja. Dan gaat de brievenbus om reclame wezen. En bounty. En dan drie maal. Natvoer, brokjes in gelei, vlies en variatie. Dan heb ik vis en vlees in variatie. En dan hebben we een visvariatie. Nou, toch goed. Voorheen waren er vier soorten. Er is nog wel een soort, maar die is, ik weet niet hoe duur bij deze vergeleken. Dus nou ja, ik heb hier ook toch genoeg aan. Vind ik van wel hoor. Dus ja, zo, dat dus. En dan kunnen we opruimen heen gaan, toch? Ja, kunnen we opruimen heen gaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Ja, jullie weten het, ik ben er weer. Ik ga lekker een bakje koffie maken en mijn bounty opeten en de boodschappen opruimen. En dan zien we wel weer. Ja, dus ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie nog doen gaan van vandaag. Een heleboel mensen staan in de keuken al te koken, rellen. Nou, ik dus niet, want ik heb die stokbrood, ja. Ik zie wel hoor, wanneer ik weer ga koken. Ik moet eerst die afwas ook aan de kant hebben. Nou, morgen weer een dag. Het boeit me allemaal eventjes niet. Ik ben moe van de pijn. En we moeten nog een aantal uren vol zien te houden. Ook de meisjes moeten straks weer uit. En die zijn lief geweest. Die krijgen zo'n cookie. En de cookie gaat daar zo. He, van Elwin. Ja, dan krijgen ze cookie, hè. Ja. Moet je een cookie? Moet je een cookie, meisje? Moet jij cookie? Moet jij cookie? Moet je cookie? Heb ik nog weer cookies gegeten? Ja! Wat een dikkie! Ik kom ook niet bij de koekafdeling in de buurt. Nee, want Fruit heeft voor mezelf geen koek.
Nee. Ook daar ben ik op uitgegeten. Dus ja, dat denk ik er iedereen niet aan. Dat moet ik nog even terug. Even, even. Barbara terug. Nou. Dan moet hij nog dicht willen. Zo. Nou, hebben we hier een cookie. Gaan we zitten. Potverdikkie. Kom eens dichterbij. Zitten, ja. Pootje, dankjewel. Pootje, dankjewel. Dat kunnen ze allebei uit mijn mond vandaan halen. Zo lief. Maar oké, lieve vrienden, geniet. Ik vergeet jullie niet, zoals jullie het allicht wel weten van mij. Dus ja, kom er gezellig bij. Abonneer je op mijn kanaal, bij Corina en de Beestenbol. Vergeet het belletje niet, dan blijf je altijd op de hoogte wanneer YouTube weer wat online zet. Ja toch? Ze zeggen lieve vrienden, tot later. Doei!